Yo, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben weer in farming bezig geweest de afgelopen paar weken, maanden eigenlijk. Ik heb even een boerderijtje in elkaar gebouwd. Ik dacht van, ik laat het jullie even zien. We hebben hier de koeien. Ja, we hebben al 20 koeien. Het gaat lekker, want ik had eerst 5 koeien, nu 20 koeien, dus dat gaat wel lekker. We hebben natuurlijk schapen. Daar gaat het ook wel lekker mee, denk ik. Nog geen wol, want de schapen had ik pas gekocht. De multifruit silo, deze moet ik nog even aanzetten. Deze had ik gisteren even neergezet. Ik heb even een, even wat dingetjes gebouwd. Ik dacht van, ik wil natuurlijk een, een Amerikaanse map maken natuurlijk. Dus ik dacht van, ik maak even een Amerikaanse map. Dus zodoende, daarom heb ik nog niet alles laten zien natuurlijk. Dat is die, een boot. Die is ook lekker bezig, zo. Zodoende. Ik ben hier een beetje druk bezig mee geweest. Voor nu. Deze moet nog even alleen open. Deze had ik er ook pas neergezet. Ik kan nu wel wat veel geld. Komt omdat ik ook wel wat geld geleend heb van de bank. En natuurlijk wel wat geld even neergezet. Weet je, om te hebben. Laat ik zo zeggen. Want ik moet wel wat kunnen doen. Kip hebben we nog niet. Maar dat komt wel. Kouvoer hebben we ook nog niet. Echt helemaal. Maar ja, weet je, dat komt allemaal vanzelf wel. De silo is nog helemaal leeg. Maar we hebben ook varkens. Daar moest ik alleen nog even... varkensvoer voor halen. Dus dat gaan we ook even doen. Even kijken. Maar we hebben big bags. Voor... daar hebben we... heb je daar ook we kopen er gelijk even 8. We moeten een beetje zo even ons geld een beetje opmaken. Als jullie willen dat ik ook een keer de vissers ding natuurlijk erin gooi. Laat het sowieso even weten, hè? Want ja, dan gaan we dat een keer sowieso een keer doen. Maar ja, ik dacht van, ja, jullie, ik heb jullie toen een keer gezegd dat ik een Amerikaanse farm ging maken, maar ik wist niet echt welke map hiervoor geschikt was. En dat weet ik nog steeds niet, dus toen dacht ik, nou ja, ik download deze wel even. Voor de rest, niet zo heel veel natuurlijk. Ik geef natuurlijk gewoon een kleine rondleiding. Misschien moet ik nog wel een paar velden erbij kopen, want ik heb nu 2 velden. Maar ik zet heel veel meestal nu even op hulp, omdat ik natuurlijk alleen aan het spelen ben. Maar ik dacht van, ja, weet je, ik wil wel een keer een Amerikaanse boerderij maken. En dat heb ik nu een klein beetje gedaan. Ik wil nog wel iemand bedanken voor te subscriben, zeg maar. Want ik zie hier Bram Panda 2 staan. Zeg maar, van harte welkom. Ik maak nu even voorlopig even korte video's, omdat het best wel
warm is en dat soort dingen. Dus ja, zodoende. Dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Maar ja. Daarom zeg ik dat maar wel even vast in deze video. Misschien ga ik ook wel een keer live, weet je, maar moet een keer even kijken wanneer dat kan natuurlijk. Gelukkig ben ik maar met de trailer gekomen. Zo. Dus ja, we gaan even de varkensvoer even. Dat gaan we niet doen, hè? Even niet doen, nee. We gaan gewoon even de varkens even eten geven. Hoelang dat kan natuurlijk. Want we hebben wel een suikerbietmachine en aardappels hebben we nu ook. Dus we kunnen in principe een varkensvoer maken. Alleen dan moet ik er. Nou, die staat verstekt dus. Hup, nee. Dus ja, zodoende. We gaan gewoon wel even van alles proberen en kijken wat we hier kunnen doen natuurlijk. Misschien wordt dit wel de echte Amerikaanse serie. Voor het opnemen natuurlijk. Maar dat is het wel, weet je. Ik heb natuurlijk best wel veel mappen gedaan. Alleen ja, ik denk van ja, ik wil wel een keer echt even een leuke serie maken of zo. Dus ik heb natuurlijk wel wat mods gedownload om dat te doen. En ja, en natuurlijk gewoon wat makkelijker voor mezelf gemaakt. Dat ik die trailer altijd omhoog en omlaag kon gooien. Maar dat niet meer. Oké. We hebben 8000 liter qua dinges. Dus we moeten wel een beetje oppassen wat we doen. En nou ja, weet je wat het is? Deze trailer moet ik misschien even omtoveren naar een normale trailer. Gewoon de trailer die ik achterop kan gooien. Want ja, ik weet niet. Deze trailer past wel bij deze truck. Alleen ik moet misschien even een veranderen of zo. Ik heb niet echt een andere soort van trailer gevonden of zo. Die ik kan gebruiken. Want ja, een beetje. Maar ja, dat komt wel een keertje, weet je. De schapen hebben genoeg, koeien hebben ook genoeg. Ja, meestal haal ik even. Dit is gewoon voor, stel dat je kleine dingen hebt, weet je wel, kleine koeien, stal, kleine varkensstal, is dit natuurlijk wel het beste om te halen. Maar misschien moet ik deze kaartje maar even gewoon gaan verkopen. Oh ja, dus dat wel. Het is nu al 10 uur in de ochtend hier. Ik bedoel, 10 uur 24, bijna half 11, even tijd bijna. We gaan rijden even naar de schapen toe. Schapen, varkens, sorry.
dan gaan we even lossen. En dan lossen we dit ook gewoon even hier af. Kijk, even los hier. Dat komt wel even goed. Dus ja, zo doen we, zo doen we. Maar hey, weet je wat het is? Daarom en... ik hoop dat jullie het gewoon leuk vinden natuurlijk. Wat we gaan doen en dat soort dingen. Dus ja, dit wordt echt de Amerikaanse farm voor nu. Misschien als er ooit nog een keer echt de Amerikaanse map uitkomt of zo, dat we dat wel een keer gaan opnemen natuurlijk. En, op livestreamen. Ja, dus dat sowieso. Nou, die moeten nog wel wat meer hebben. Anders doe ik het zo meteen even op een andere manier. Dat kan ook. Maar we doen eerst even deze zakken erin. Dus ja, weet je, dat komt allemaal wel goed. Maar ja, daarom dacht ik van, ik maak even een videootje ervan. Maar ik ben hier al heel tijd eigenlijk wel best wel mee bezig geweest. Ik moest eerst even een beetje nadenken van hoe ik alles eigenlijk moest indelen en hoe ik het moest doen. Ja, we hebben nu 2 velden. We hebben natuurlijk veld 4 en 23 hebben we en veld 11. Maar veld 11, daar staat suikerbiet op. Dus ja, weet je... daarom, weet je, het is niet dat het echt goede velden zijn. Maar weet je, veld 4 en 23 zijn oké te doen. Veld 40 ook wel. Oké, nou, we zijn klaar. Gaan we in die toek zitten. Kan ik hem hier af? Of kan ik hem zo? Oh, ik kan er gewoon dwars doorheen rijden. Oké. We gaan even kijken hoor, die staat volgens mij bij die bladers, ja. Ik heb wel een hele kleine karretje, maar die had ik toen gekocht voor die F-truck. Maar ja, dat komt wel goed. We gaan nu even, ik heb natuurlijk 2 trekkers, ik wil nog 1 trekker erbij kopen. Zodoende. Ja, ik zit even te denken, want ik had hier... Kijk, ik moet nog misschien een keer een schuurtje neerzetten. Maar ik heb een Amerikaanse truck, ik heb een shovel. Ja, we hebben eigenlijk een beetje van alles wel. Behalve natuurlijk... andere dingen natuurlijk. Zo. Die, kijk, ik heb weer een kiepertje van 8000 liter. Maar ik zou weet je, het laat, weet je. Ja. Dus daarom, weet je, we zijn af en toe, of ik ben af en toe,
hier wel een beetje bezig. Ik kan wel even in bouwmodus gaan. Dan gaan we even bouw. Die is dan nu te keepen. Maar ik heb hier natuurlijk, dit is de hele boerderij zelf gewoon. Truc, huis, dingetje, ja, schuur eigenlijk. Een hele parkeergarage voor mijn machines. De koeienstal, de balentrailer, de schapen, de mooie plantenkasten, de multifruitsilo. Voor de aardappels, zeg maar, die ik hier wel ga doen. Of een keer ga doen natuurlijk, kost veel tijd. De kippen, de twee kuilsilo's, de mengstation natuurlijk voor de koeien. Dan is het nu natuurlijk niet alleen dit natuurlijk. Ik heb hier natuurlijk de chocoladefabriek, weet je, waar ik chocola kan maken en boter en dat soort dingen. Volgens mij de suikerfabriek, die ook nog wel lekker bezig is. Dus ja, alles staat wel een beetje gepland. Nou, dit kan gras worden. Ik kan altijd nog een grasweiland erbij kopen of zo. Maar ja, dat is voor nu, zeg maar, voor dat. Want net zo zie je als je gaat kijken. De koeien kunnen altijd wel wat meer gebruiken. Maar weet je, het staat nu allemaal nog in groen. De totale capaciteiteffecten staat op groen. Gezondheid is 20%, maar dat duurt even natuurlijk, want die koeien zijn 18 maanden oud. Deze zijn 6 maanden oud, maar weet je, die kunnen nog wel even wat eten gebruiken. Dus daarom rijd ik af en toe met die auto heen en weer. Om zeg maar natuurlijk spullen bij te kopen. En ja, weet je. Maar ik heb wel even een hele tijd hier over na zitten denken van. Ja, wat voor shit zou ik allemaal hier neerzetten? Weet je, dat zijn allemaal gewoon de dingen van. Ja, waar je goed over na moet denken, weet je. En ja, ik kan natuurlijk altijd nog wel, als er natuurlijk extra dingen bij komen, kan ik altijd natuurlijk extra shit erbij. Zetten natuurlijk als ik dat wil, zeg maar zoals een vissenfarm bijvoorbeeld hier ergens in de hoekje of zo, of gewoon van alles, weet je wel, gewoon dat er best wel lekker alles aan de gang kan gaan, weet je, dat ik wil sowieso nog even een andere truc erbij kopen. Want die truck, zeg maar, die in de schuur staat, die kan die trailer niet echt handelen. Geen idee waarom, maar ja, weet je, het is natuurlijk ook een hele oude truck. Dus zodoende wil ik even daar een andere truck verkopen. Ik heb er wel eentje in mijn hoofd. Dus zodoende. Hier moet wezen. Want deze moet open. En deze moet open. Deze gaat er even uit. Even afkoppelen. En die rijdt even weg. Nou, voor deze moeten wij die oude trailer erbij hebben. Gaan we gewoon kopen, weet je. We gaan het niet zo moeilijk doen. We hebben er nu de geld voor. En ik heb natuurlijk wel wat geld ingetierd natuurlijk. Maar we kunnen deze kopen. Maar die hoort er niet echt bij. Deze wel. Volgens mij moet deze dan ook wit. Of zullen we die ook rood maken? Moet deze rode? Nee, volgens mij is het echt deze rood, maar. Nee, die rood dan? Oh, gewoon black, ja, ik denk gewoon. Deze. Ja, glitter, zwart.
Dus die gaan wij even ophalen nu. De varkens die redden zich wel natuurlijk. Maar ja, weet je, weg naar, nou, weet je, Amerikaans, oude drugs. Ja, de vraag is, ja, ze hebben natuurlijk ook Cambert. Cambert, niet ook een andere druk. Maar ja, ik heb toen een mod gedownload, zeg maar. Om die dat, ja, dat kan natuurlijk gaan doen. Misschien maken we deze map wel een roleplay map van. Dat we natuurlijk soms leuke dingetjes erin gaan doen. En dat soort dingen. En ja, weet je, het is natuurlijk leuker. Ja. Weet je, dus gewoon even dingen bedenken. En dat soort dingen, weet je. Het is gewoon van alles wat eigenlijk. Ja, wat we kunnen doen, laat ik het zo zeggen. Weet je, ik vind deze truc gewoon heel mooi. Weet je, het enige wat we hier op moeten letten is dat hier niet alles in kan. Want als we gaan kijken naar deze keepertje, zeg maar, oh, gewoon iets stuk, hè. Ja, hier kan natuurlijk een tarwegest, tarwegest, havenkoolzaad, sorghum, zonnebloemen, zonnebloemen, sojabonen, mais, zaad en kunstmest in. Nou ja, dus eigenlijk moeten we weten dat het tot zonnebloemen kan, of tot mais kan gaan. Nou ja, deze hebben natuurlijk twee vakken. Dus ja, weet je, je bent, je hebt dan, soms heb je de hulpstukken van nodig dan, maar dat maakt niet uit. Hij is best wel snel met achteruit rijden, met sommige dingen, zeg maar. En als jullie denken van, download deze truc of zo, deze truc vind ik veel mooier. Laat het sowieso dan ook even weten, want dan kan ik even kijken. Natuurlijk, ik speel nu op de PlayStation, natuurlijk, gewoon farming, dus ja, ik moet wel, zeg maar, gewoon wat in de mod-up staat, moet het zijn. Kijk, als ik ooit farming op de PC wil spelen, moet ik eerst een betere PC hebben, maar dat komt wel goed. Nee, maar net zoals daar, weet je, we kunnen heel veel dingen verzinnen om roleplay te spelen, natuurlijk. Ook dat jullie dat ook leuk vinden als ik dat ga doen dan. Want ik moet deze map ook nog een beetje uitdokteren van hoe of wat, zeg maar. Want ik weet natuurlijk niet wat waar zit eigenlijk. Van soort van fabrieken en ja, dat soort dingen eigenlijk een beetje. Oh, iets te. Ja, ik vind deze truc gewoon wat handiger. Dat komt omdat hij lekker snel achteruit rijdt. Ja, kijk, hij moet best wel veel opschakelen. Maar weet je, ja, ik vind hem zelf gewoon, ja, cool, vet. Weet je, ik hoop dat die andere truc ook binnenkort uitkomt. Maar weet je, die, sommige trailers zijn te lang, net zoals die ene trailer die ik net liet zien. Ja. Voor mij kan die nog een trailer, een karretje meenemen als die wil. Ja, dat is de show vol, die hoort eigenlijk hier niet te staan, maar ik heb even geen andere plek zo gauw. Ja, in die andere schuur. We gaan even kijken. We gaan even een andere truc kopen. Even een andere trucie. Kijk, ik wou misschien deze kopen, maar ik denk van, ja, hij doet het niet altijd. Even goed. Dit zijn dan die ouderwetse trucken. Ja, die platneus heb ik er niet in zitten. Helaas, even niet. Omdat ik dacht van, ja, ik kan niet te veel monster in gooien.
Full cap. Ja. Bezet. Ja, doe maar. Outline. Kan een beetje donker maken. Ja. Beacons. Kijk, nu ziet het er zo vet uit. Sport. Wat is sport? Nou, geen idee. Motor. Plat. Plate. Front. Ja, oké. Zijsgrills? Ja, sowieso. Vision bar? Ja. Vulbar. Vulbar of vision bar? Ik denk vision bar, ja, ik denk die. Al? Al? Niet al. Front. Front play. Front. Zo, doen we even dikke power. Power erin. Waar al op kan, doen we al erop. Metal. Metal pink. Ja, tuurlijk. Waarom niet je? Cool. Zilver is ook weer. Main chrome. Chrome. Mijn chrome, maar ik denk chrome. Hey, hoe gaan we nu dat? Ik heb hem toen een keer in chrome gold gedaan. Even kijken. Ja, wat zal een mooie kleur zijn voor deze truc? Maar dat is altijd mijn vraag wel een beetje. Want ik vind die rood wel leuk, maar niet zo dat ik zeg van ja. Hé, hey, weet je, het is mooi. Wacht, wacht, wacht. Nee, no, no, nee, no. Kijk, dan kom ik helemaal grap bij. Nee. Ik denk deze rood. Ja. Ik bedoel, voor de rest. Oh ja. Type 2, type 1, type 2, type. Veel beter. Zo. Een nieuwe truc. En wij hebben weer een nieuwe truc erbij, jongens. Ik denk wel dat hij wat lawaai maakt. Of niet. Oh nee, deze is niet zo. Toch? Maar deze rijdt 155. Ik heb natuurlijk daar ook wel mooie trailers voor gedownload, zeg maar, voor deze truc en voor een andere truc natuurlijk ook wel. Maar ja, ik dacht van ja, weet je, we moeten toch een keer, weet je, stapje vooruit, stapje links, stapje rechts, snap je. Ik moet ook een wat doen. Zo. Ook al was tussen nooit op mij, dus eigenlijk. Oh ja, ik zal even laten zien dat ik goed bedoeld ben. Nee, snap je hoor, jongens. Nee, het is gewoon een game, alleen af en toe rijden die auto's gewoon vet hard door. En dan, ja, de laatste keer was het ook, want dan was ik met Chris volgens mij bezig.
was gewoon aan het rijden en opeens bam, vol de rem. Stond er een auto gewoon. Ja, zij heb zij uitlaten, boven uitlaten. Ja. Dus ja, dit wordt wel echt de Amerikaanse boerderij. Misschien met roleplay, misschien zonder roleplay. Laat het even weten dat jullie leuk lijken. Ik weet niet of deze onder deze ding past, maar. Nou ja, net met die uitlaten niet. Uitlaat die hout een klein stukje. Ik wil eigenlijk nog een stukje afzagen. Nu zit die weer vast aan zo'n zijkant. Wat dat komt omdat ik die trailer recht probeer te zetten. Ja, moet je kijken, weet je, ik ben niet echt heel goed met controle spelen. Maar dat maakt niks uit, weet je. Ik speel natuurlijk farming altijd met. Stuur, maar ja, weet je, ik vind dit gewoon ook wel een mooie trailer. Dit is een mooie trailer en deze vind ik helemaal mooi. Deze vind ik wel een van de mooiste natuurlijk, alleen hier kan niet alles in. En dat is wel het enige wat ik niet leuk vind, zeg maar qua die vrachtwagen, dat daar niet alles in kan. Maar ik kan niet echt een hele ouderwetse trailer vinden voor die. Of ik moet daar een keer goed kijken voor. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus ja, ik wil eigenlijk zeggen bedankt voor het kijken. Vind je mijn boerderij ook mooi? Laat het sowieso ook even weten. Want dan, en als jullie denken van nou, doe nog maar even of doe die pakket erin. Van, hoe heet het? Van echt die Amerikaanse stijl. Laat het ook sowieso even weten. Ik zie hier een kleine trekkertje. €1000 er weer bij. Ja. Dus ja, eigenlijk dat een beetje. Als je dat natuurlijk mooi vindt, laat sowieso even weten. Want dan weet ik het zelf ook. En ja, zo kunnen we samen een beetje bedenken om het zeg maar leuker te maken natuurlijk. En dat soort dingen. En, ja, weet je, misschien ga ik hier ook wel echt een serie mee beginnen. Kijk, weet je, ik ga nog wel even natuurlijk de dieren eten geven. Maar ja, om mij elke keer 10.000 keer heen en weer te zien rijden, is ook een beetje onzin natuurlijk. Ik heb niet echt een andere keeper of zo. Ik heb wel een keepertje, maar die kan mijn trekker niet echt handelen. Oh ja, misschien is dat ook leuk. Ik heb natuurlijk een zaaimachine gekocht. Misschien moet ik ook even een soort van andere trekker kopen. Hier heb je ook nog een hele oude trekkertje. Dat soort dingen, weet je wel. Maar weet je, dat zijn zeg maar de dingen van. Wat misschien leuk is, weet je wel, om later even na te kijken. Met jullie samen of een keer wat jullie willen natuurlijk. Ja, weet je. Dat is gewoon het dingetje, weet je. Gewoon kijken. Ik heb nu even één sterke trekker gekocht. Omdat ik denk van ja, één sterke trekker hebben we eigenlijk wel nodig. Maar. Het komt op meer natuurlijk omdat ik natuurlijk best wel zware spullen heb. En die sondeer die ik net heb gekocht is een mooie sondeer. Het is niet dat het zeg maar lelijk is of zo. Het is gewoon een beetje mooi. En zodoende, weet je. En die gebruik ik best wel vaker. Alleen, ja, weet je. Ik speel natuurlijk nu de afgelopen tijd niet echt heel veel. Farming meer natuurlijk.
ja, veel farming. Maar we doen er meer van. Het is natuurlijk meer Minecraft. En een, ja, meer Minecraft natuurlijk. Samen met Jelle. Maar weet je, ik wil natuurlijk farming ook wel weer gewoon oppakken. Hoe het zeg maar is natuurlijk. Dus ja, zodoende is dat wel natuurlijk gewoon de dingetjes wat ik probeer, weet je. En misschien probeer ik ook gewoon weer leuke series te maken voor van farming natuurlijk, misschien roleplay. Ja, ik vind het natuurlijk jammer dat ze niet die mod hebben ingedaan, dat je natuurlijk meerdere karakters kan spelen, zeg maar. Want die had ik ooit een keer gedownload op 19. Op mijn PC kon je gewoon meerdere karakters hebben. Dan had je volgens mij 8 karakters of zo. En dan kon je 8 karakters kon je zeg maar spelen. Maar je moest op elke keer een volgende klikken volgens mij op een andere tab. Zo was het. Ja. Dat was even wat anders natuurlijk dan dit. Maar hé. Hey. Weet je, het is natuurlijk, dit is gewoon, ja, dat ding is natuurlijk, de Farming 22. Misschien komen die mods allemaal nog wel een keer uit. En ik wil natuurlijk ook best wel heel veel mods gaan verwijderen weer, omdat ik en Chris niet heel veel mods gebruiken meer, zoals toen. Ook, weet je, we gebruiken niet elke mod nu natuurlijk meer. Dus ja, heel veel mods staan ook uit. Maar ja. Ik wil gewoon wel zeggen, bedankt voor het kijken. Want ik denk dat dit het ene laatste kaartje is. Ik ga nog wel even verder spelen natuurlijk. Een beetje dingen op orde en zetten. Maar als jullie ook hier een serie van willen, laat het sowieso even weten. Ja, ik wil zeggen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet het belletje niet aan te zetten. Om up-to-date te blijven. Als ik een video upload. Of livestream. Voor de English guys, thanks for watching. Zijn we in Dovercat Super Below. Dovercat en Overkant spel. I see you next time. Zoals hij zei, later. Zoals ik had ze. Later. Yo.